dag nadat Ajax de Johan Cruijffschaal won van AZ, zat de voltallige technische staf alweer op de bank voor een andere wedstrijd. Namelijk die van de reserves van Ajax 1 tegen Willem 2. Het eerste van Willem 2 wel te verstaan. Bij Ajax in de basis: Sillissen, Lijon van der Hoorn, Denswil, Boylissen, Klaassen, Paulsen, Serrero, Sana, Hoessen en de Sa. En hier de vrije trap voor Ajax. Alfons Groenendijk, de trainer van Jong Ajax, kijkt toe. Denswil neemt de vrije trap kort op Boylissen. Boylissen trekt de bal voor en Mike van der Hoorn maakt zijn eerste doelpunt voor Ajax tegen Willem 2 in deze trainingswedstrijd, om het maar zo te noemen. Een goede voorzet van Boylissen, die als enige van deze 11 spelers in de strijd om de Johan Cruijffschaal ook al in actie kwam. Hij speelde de verlenging, het laatste deel van de verlenging. En hier is Tobias Sana. Mooie actie, binnendoor trekt hem voor. Maar de voorzet is net niet goed genoeg. Maar op deze manier, met die strijd om de Johan Cruijffschaal en met de oefenwedstrijd die Jong Ajax gisteren al speelde tegen Jong Almere City, brengt Ajax op deze manier dit weekend 39 spelers in het veld. En hier wordt het 2-0. Tobias Sana na een prachtige aanval. Mooi opgezet door de Zweed zelf. En het is 2-0 voor Ajax nog steeds in de eerste helft. Eén keer raken door Hoessen, één keer raken door Serrero. En dan staat Tobias Sana helemaal vrij en is David Mul, de keeper van Willem II, kansloos. Willem II dat komend seizoen in de Jupiler League uitkomt, net als Jong Ajax. Willem II dat degradeerde op de dag dat Ajax afgelopen jaar kampioen werd. En Hoessen hier bijna de 3-0 binnentikt. Spelers van het eerste die uitliepen naar de wedstrijd van gisteren, de zware wedstrijd van gisteren, keken toe bij dit duel. Kenneth Vermeer zag u zojuist. En Vermeer ziet zijn geduchte concurrent Jasper Sillissen deze bal van Misicjan prachtig keren met de linkerhand. Voorkomt Sillissen de aansluitingstreffer, ziet ook Marvin Heuner en Joël Veldman. Serrero. Alle spelers die in actie kwamen dit wel speelden 90 minuten. Ook Davy Klaas en zijn schot wordt gekeerd door David Mul. Goeie poging van Klaassen. Dan Willem II weer met de lange bal van achteruit richting Ruud Boymans. Maar Sillissen voorkomt wederom de aansluitingstreffer. Ook voor hem is dit een goed duel. Want dit duel wordt georganiseerd om alle spelers die gisteren niet of nauwelijks in actie kwamen toch 90 minuten te laten voetballen. Davy Klaassen prikt de bal net naast het doel. Lopt hem over David Mul heen, maar naast het doel. En dus nog geen 3-0. Willem II dan. Wederom Misicjan snel in duel met de Sa. Ook snel, maar toch de overtreding van de Sa en de vrije trap is voor de Tilburgers. Het is Zanelli die de vrije trap neemt en daar is het 2-1. Hier kan Sillissen niks aan doen. Dries Wuitens, oud-verdediger van PSV, kopt de bal achter de doelman. Van der Hoorn, die dus een duo vormt dit duel met Stefano Denswil. Davy Klaassen trekt hem voor. Sana en Serrero, mooi bekeken, in de verre hoek geplaatst en het is 3-1. De Zuid-Afrikaan zorgt 6 minuten na de aansluitingstreffer van Willem II weer voor een marge van 2 doelpunten voor Ajax. De slotfase van de wedstrijd dan. Serrero op Sana, die dus al goed is voor een doelpunt en een assist dit duel. Sana met de schuiver, maar net voor het doel langs. Het is de laatste poging van dit trainingspartijtje, om het maar zo te noemen. Ajax wint van Willem II met 3-1. En ook zij, deze 11 spelers, hebben dus 90 minuten in de benen.